Voor het bedrijf van deze week zijn we bij BCP Bouw in Kuik en gaan in gesprek met Theo Hendricks. BCP, waar staan deze letters voor? BCP Bouw is het, hè? Staat voor Bouwcombinatie Peters. Dat is gekomen vanuit 1994, is het bedrijf opgericht door Jan en Pierre Peters met dubbel E. En die hebben het bedrijf dus, omdat het dus beide Petersen waren, is het dus, was de naam gauw geboren, was het Bouwcombinatie Peters. Hoe lang zit u zelf al in dit bedrijf? Ik zit 6 jaar in het bedrijf. Ik ben in 2007 ben ik in het bedrijf gekomen. En toen heb ik een jaar ben ik hier in dienst geweest om te kijken of het bedrijf me paste. En toen hebben we de afspraak gemaakt dat we dus na een jaar zou ik in het bedrijf gaan. En daar ben ik dus ook inderdaad zo is gelopen. Ja. Dus dat is nog vrij recent? Ja, was recent. Kijk, ik loop nu 5 of 6 jaar mee. En het bedrijf wat het bedrijf ademt, heb ik ook geademd, laat ik het zo zeggen. Dus ik zoetjes aan heb ik het allemaal meegekregen. En sta ik nog steeds voor wat het bedrijf toen verstond, staan we nog steeds voor. Hoeveel personeel is hier werkzaam? We zijn op dit moment met 35 mensen werkzaam. Een aantal mensen op kantoor uiteraard, een heel klein clubje en de rest in de buitendienst. Wat doet BCP Bouw allemaal? BCP Bouw is heel veelzijdig. We hebben de utiliteitsbouw. We moeten denken aan scholenbouw, aan overheidsgebouwen, aan bedrijfsgebouwen. Die maken we ontzettend veel. Dan hebben we nog de woningbouw. Daar doen we ook ontzettend veel in. Dan hebben we ook nog de verbouwingen. En zeker niet in mindere mate is de agribouw. Wat we ook doen, dus rundveestallen, kippenstallen. Dus we hebben het heel veelzijdig pakket. Maar dat betekent tegelijkertijd dat je overal ook ontzettend goed in moet zijn. En dat zijn we ook. Want wat is op dit moment de belangrijkste tak van het bedrijf? Dat is verschillend. Dat verschilt wel eens per jaar. Op dit moment hebben we veel scholenbouw. De woningbouw loopt daar iets in achter. Maar dat is gezien de economische malaise natuurlijk logisch. Utiliteitsbouw loopt er ook iets in achter. Maar dat heeft ook daarmee inherent. Verbouwing is in de trend van meer geworden dit jaar. Dus, maar dat verschilt nogmaals per jaar. Wat is de kracht van het bedrijf? De kracht van ons bedrijf is dat wij veelzijdig zijn. Dus we beheren alle disciplines. Dus we hoeven niet te zeggen, dat doen we niet. We doen alles. De andere kant is ook zo dat we een platte organisatie zijn. We zitten overal bovenop. We kunnen ook overal bovenop zitten, maar dat doen we ook. En dat is zeker een van onze sterke punten op dit moment. Hoe zit het met de bereikbaarheid? De bereikbaarheid. Wij zijn van 7 tot 7 bereikbaar. Als het moet ook zaterdags. Wij, voor onze klanten staan wij open voor alles. Als een opdrachtgever zegt van nou het past me niet. Ik heb liever in de avonduren. Dan zijn we tot de avonduren bereid. Dat is niet een probleem. Ik bedoel in deze tijd. En trouwens zo is het bedrijf altijd al in uitstraling geweest. Altijd welkom. De vele certificeringen die kunnen natuurlijk ook onder de kracht van het bedrijf worden verstaan. Kunt u daar iets meer over vertellen? Jazeker. We hebben vorig jaar hebben wij het VCA 2 sterren certificering binnengehaald. Dat is een certificering die gaat over de ARBO. En daar zijn we erg blij mee. We worden in vele bestekken al gevraagd. Maar het is even een toevoeging voor ons bedrijf op het ARBO-gebied. Daar ben ik heel eerlijk in. Dan zal het voor de toekomst mogelijk in uitbreiding staan, de ISO. Willen we toch uiteindelijk denk ik naar een ISO-certificering toe. Ook heeft u inmiddels een award binnengehaald? Ja, ja, daar zijn we ook blij om. En zeker in deze tijden. En dat is de Graden Award. Die staat voor verantwoord financiële zaken doen met ons. En die hebben we vorig jaar in juli hebben die veroverd. En daar ben ik heel erg blij mee. BCP Bouw die is sterk in het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Kunt u dat toelichten? Jazeker wel. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat kunnen we op vele gebieden natuurlijk invullen. Maar een van de disciplines is ook dat wij de sponsoring bijvoorbeeld doen. Hier in de regio sponsoren we alles wat maatschappelijk is. Sportverenigingen, cultuurclubjes, dat soort zaken meer. Hier hebben we er ook eentje van. Het museum, dit sponsoren. Maar er bestaat natuurlijk meer onder maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo proberen we ook ons afval op de bouw goed te scheiden. Op kantoor zijn we dus ook aan het digitaliseren. Dus het maatschappelijk verantwoord ondernemen, ja, dat doen we toch al op heel veel gebieden aan. Heeft u in de loop der jaren iets zien veranderen in de bouw? Ja, zeker is er wat veranderd in de bouw.
Met name duurzaam bouwen, hè, dat tegenwoordig heel erg in de volksmond genoemd. Dat is een verandering. Materialen, middelen zijn anders geworden, beter geworden. Op ABO-gebied is het een en ander veranderd. Hè. Dat heb ik net al verteld bij het VCA-certificaat. Dingen zijn ook anders ingesteld, lichter geworden, voor de mens wat beter. Dus ik heb het in de loop van de tijd allemaal beter zien worden in het bouwen, dat meen ik echt. Ja, ons bedrijf is ook innovatief. Dat meen ik echt. Wij zijn ontzettend geïnteresseerd in nieuwe dingen in de toekomst, nieuwe dingen in de bouw. Zo gaan we ook vaak naar de spreekbeurten toe, naar lezingen toe, om te kijken en ook om bij te blijven. Daar zijn we ontzettend, ook als we iets kunnen veranderen binnen ons proces, ja, buiten oftewel binnen, dan gaan we net zo lang aan de gang en dan gaan we bedenken en totdat we tot een resultaat komen en dat we met alle mensen er beter van worden, absoluut. Hoe ziet u de toekomst van BCP Bouw voor ogen? De toekomst nu is gewoon stabiliseren. Ik wil gewoon omzet gelijk houden wat we nu hebben. En uiteraard willen we de dingen optimaliseren. Dus op alle fronten, buiten de dingen wat meer optimaliseren als kan, binnen idem dito. Dus door het hele bedrijf heen. Ja.